Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corine en de Weesterbonden. Daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, en daar ben ik gewoon weer blij mee dat jullie weer bij mij zijn. Het is vandaag zaterdag, ja, ja, de 27e juli 2024. En het is 14:33. Ja, ik denk, bekijk het allemaal maar. Ik was ook niet in orde, ik had knallende hoofdpijn. Ja, ik ben gisteren naar de fysio geweest en dan ben ik gewoon een dag, twee dagen, helemaal van de kaart. Nou ja, ik ben er weer, dus ja, het gaat weer goed. Tenminste, mijn rug niet, onderin. Ik heb ook weer verkeerd gelegen, geloof ik, denk ik, dacht ik zo, want ja, ik weet niet, ik ben een beetje stijvig. Maar ja, gaat ook wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. En anders maar niet. Nee, dat dus. Het is, zeggen ze, 21 graden. En dat zei de telefoon net ook. Ja, en Elwing legt hier lang uit op de grond. Rijka legt op de bank. En we gaan zo meteen eventjes lekker naar buiten toe. Even lekker lopen. Hè, dametjes van het goede leven. Ja, echt wel. Dus ja, dat gaan we dus even lekker doen. Ik heb weer deze oorbellen in mijn pentagrams. Ik heb mijn blauw-witte broek aan en mijn witte topje. Ja, want dat is weer lekker. Ja, ik doe straks al mijn vest, denk ik, aan. Want op de gracht is het meestal koud en ook op die rondhoek. Ja, dus doe wel een vestje aan. Mouwtjes omhoog en dan als het helemaal bedekt is. Ja, dat dus toch? Ja. Wat gaan we vandaag verder doen? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik een heel vreemd telefoontje kreeg van Mary. Maar het kan ook net zo goed een broekzakgesprek geweest zijn dat ze het niet eens niet wist dat ze belde. Want ze had het niet tegen mij, maar volgens mij had ze bezoek of zo. Ik weet het niet, want ze had tegen een ander. Nou ja, oké. Ik heb gewacht en gewacht dat het iets tegen mij zou zeggen. Nou nee, en op een gegeven moment hing ze ook op. Ja, het zal me een worst wezen, weet je. Ik denk, nou, wat dat is, ik snap er helemaal de kaars niet van. Ik denk, nou, ik bel straks wel terug. Eerst mijn meisjes, dat gaat voor, hè. Ja, dat weten jullie wel. Homer, dank u. Dus ja, dat dus. Ik denk dat ik naar, ja, ik weet niet hoeveel peut ik in mijn accu's heb. Maar anders, dan spreek ik wel desnoods even af van morgenmiddag of zo. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, ik moet ook sowieso mijn boodschappen doen. Dus dat gaat sowieso voor. Want ik heb helemaal geen natvoer meer voor mijn poesiekind. Nee, dus dat gaat sowieso voor. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en geniet een beetje mee. Tot later. Doei doei. Ja, ik weet niet waar ze mee bezig zijn, maar het lijkt wel objectgymnastiek of zoiets. Ik weet het niet. Om zen te worden, weet ik veel. Ik weet bij Hoogenblaag niet wat dat is, hoor. Dat is dus op de Oude Rijkswerf dat ze dat doen. Dus ja, de gracht ertussen, de weg ertussen en ik sta hier op het fietspad. Met de meisjes en flink even ingezoomd.
grappig. Dat was een caravan. Maar ook mannen doen er dus aan mee. Want er staat een man voorop die het voordoet, zover ik het kan bekijken. Ja, wat grappig. Nou, we gaan weer verder. Nou, die legt lekker luid te zijn. En waar madame Marijka is, ik denk in de bak. Ja, dus. Die is ook lekker lui. En ik ga zo nog eventjes de hort op. Eventjes de stad in. Eventjes naar de Vomar. Ik blijf niet lang weg. Ik neem jullie ook niet mee. Ja, mijn telefoon ik sowieso mee. Maar ik ga niet de camera meenemen. En ik moet eventjes voor Kandalf een doos natvoer halen. En ik had er net lekker eventjes Karen aan de telefoon ook even lekker mee gebabbeld. Dus ja, met haar komt het ook allemaal weer goed. Ze is nog steeds, ja, niet wat ze wezen moet. Logisch, ze heeft veel meegemaakt in een korte tijd. En dan mag ze van verschillende mensen niet even lekker in haar eigen sop gaan, ook al laat men zeggen, om te gaan rouwen. Over een dier, omdat het maar een dier is. Nou, sorry. Een dier is een levend wezen. Een dier, als je dieren hebt en van dieren houdt, dan behoort dat bij jouw gezin, bij de familie. En het is een hond of een kat en dan is het je kattenkind en je dierenkind. Oké, okay, ik zeg niet van kom maar bij mama. Dat doet Karin dan weer wel. Maar ik zeg kom maar bij vrouwtje of zo, of kom. Maar het is wel mijn hondenkindje. Elwing is mijn hondenkind. En Rijka is mijn hondenkind. Want ik zeg wel kind tegen ze. Kandalf is ook mijn poezekind, mijn kattenkindje. Ja. Want je voedt ze op. Nou, Kandalf heb ik als vanaf kitten. Heb ik die gekregen. Rijka als puppy zijnde. Elwing was dan al wel volwassen. Maar die stond zo naar mijn handen. Binnen een week had ik dat voor elkaar. Dus ja. Ik voed ze op. Dus ja, dat, net zoals met normale mensenkinderen. Je voedt ze op en dat doe je met dieren ook. En dan is het toch je kind en je gaat van ze houden. Ja, dus als mijn dieren weggaan, dan ga ik ook tekeer. Ga ik ook huilen, moet ik ook rouwen. Enkel de een doet het op die manier, de ander doet het op die manier. En daar moet begrip voor getoond worden door de volgers van iedereen, want wij zijn niet de enigste die dieren hebben en die moeten rouwen. Dus ik vraag aan alle volgers van alle YouTubers die dieren hebben om begrip als er eentje van de dieren komt te overlijden, dat de YouTubers moeten kunnen mogen rouwen, hoe lang het ook mag duren. Zo simpel. Ja, heb daar respect. Dat is alles wat ik vraag aan alle volgers. Ja, aan iedereen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga even lekker de hort op. En mijn mobieltje gaat mee. En dan komt alles goed. Ik zou zeggen, geniet van het zonnetje, want die is er nog steeds. Het is heerlijk. Het is 21 graden nog steeds, zeggen ze daar. Op de Google Hub. En op mijn telefoon. 21 graden. Het is nou 22 op mijn telefoon. Ja. Op de computer ook nog steeds 21. Dus, maar in ieder geval, ja, we gaan er gewoon lekker ervan door. Ik zal het laten zien. Kijken of dat wil, want dat zit aan de kabel. Ja, 22 graden. Dat is helemaal top. Ja, toch? Geweldig gewoon. Ik geniet ervan. Nou, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Doei. Thank you.
Ja, ik heb even een plantje gekocht. Een hangplantje voor aan de pergola erbij. Ja. En dat dit is een kattenstaart, zeggen ze. Nou, we zullen het beleven. Ja. En we zijn dus weer bij het bekende tafeltje aanbeland. Dus dan weten jullie wel waar ik in zit. Ja, dat, we gaan toch nog maar weer even genieten. En dan zometeen even naar de zomer. Even kattenvoer halen en eten halen voor mezelf. En dan zien we wel weer. Ja. We gaan even genieten. Dus ik zou zeggen, geniet mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En ik heb hiermee moeten filmen. Ja. Want ja, wie verwacht er nou muziek in de stad? Ik dus niet. Ja, op het Breewaterpleinje, maar daar is meestal zo'n herrie. Ik ben er wel heel even geweest en ik zag een bekende. Dat ik er wel even mee oude zitten te oude nelen. Of tenminste, zij stond, want ik zat in mijn booster. Ik was even bij me. Dus ja, even zitten te praten en toen ben ik ook weer weggegaan. Niks gedronken, niks. Maar ja, wel bij mijn eigen terrasje, daar is lekker rustig en toch gezellig, ja. En ik heb mijn liefdallige broer nog gebeld, want die wou bij mij op de koffie. Ja, ik wist niet, hè. Nee, komt hij hier? Ja, was niemand thuis? Nee, als ik de hort op ben ik niet thuis. Nee. Zo simpel. Heeft hij pech gehad? Ja hoor, gewoon pech. Arme Koen. Maar ik heb een leuke middag gehad. En daar is het om te doen. Ja, ik heb een plant gekocht. Nou, die heb ik jullie laten zien. En die hangt naar buiten. En ik heb natvoer gehaald. Ik heb kattenbakgrit gehaald. En ik heb een pizza gehaald voor morgen. Want ik eet nou gewoon brood. Ik heb helemaal geen zin om te eten. Maar je moet eten. Dus dan eet ik brood. En mijn water is klaar voor koffie. Dus we gaan naar de koffie. En dan zal ik beleven. Ik heb het snoepje in mijn mond. Zo. Koffie. Ja, want er is ook een hoop afwas. Dat blikje is voor kandel. Die moet ik straks openen voor hem. Tenminste, een hoop afwas lijkt meer dan dat is. Maar in ieder geval, dat wil ik eerst gedaan hebben voordat ik aan de pizza begin. Ja, dus gewoon even lekker nog een broodje en een bakje koffie erbij. Watertje erbij. En dan bekijken ze het maar. Ja. Jullie maken er wel een bende van, hè? Maar ja, het laken ligt toch niet goed? Je werd gezegd van ja, het ligt wel goed. Nee, het ligt niet goed. Nee. Oh ja. Is het zo? Hé? Hebben we gelijk? Ja? Hebben we gelijk? Ja, hè, want ongelijk is een bocht. Ja, zei ik ook tegen die dronken vent in de zomer. Ja, die zei ook, u hebt helemaal gelijk. Ik zei, ja, dat weet ik, want ongelijk is een bocht. Ja! Zo, dat was een dikke boer. Hé? Nee, het laken ligt er niet goed op. Nee, dat had andersom gemoeten. Ja! Dat maakt niet uit. Nee. Oh, lekker ding. Mijn koekie. Koekie. Ah, mijn koekie. Hij kan ook koekie. Hij kan ook koekie. Oei, oei, oei. Eerst de bak open zien te krijgen en dat met één hand. Ja, dat gaat het dan worden. Lekker. En wil u niet dicht? Nou ja. Nee, ja, daar is het een. Hij moet klikken. Hij wil niet dicht meteen al. Lekker, hè? Nee. Hup. Oh, oh. Kussen even weg. Daar naartoe. Met je dikke kont. Ja, met je dikke kont. Je bent ook zo slecht, hè, bij vrouwtje.
Het is ook zo slecht leven hier. We mogen niet op de bank leggen. We moeten altijd op de kapotte, oude, koude vloer leggen. Hé? We mogen nooit wat. Hé? Maar ze mogen o zoveel. Ja. Boefjes van me. Ja. Boefjes van me. Ja, toch? Je bent toch lief? Of niet dan? Ben je lief? Ja, hè. En jullie sjaaltjes, die moeten ook weer eens in de was. Krijg ik jullie schoner dan. Ja. Schoner genoeg. Maar oké, lieve vrienden, ik zeg tegen jullie, smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En tot later. Doei, doei. Och, ze zijn zo zielig. Twee jonge meeuwen. Eentje probeerde daarnet te vliegen en te fladderen, maar het is meer springen dan wat anders. Oh, ging je moeder daar vandoor? Ja, niet op de film te zien, maar wel in mijn ogen. Hé? Piepdoosjes. Geweldig. Ik vind het leuk. Vleugeltjes gaan even op en neer. Maar echt vliegen, dat kunnen ze nog niet. Nou, dat was dat. Geweldig. Zo, lieve vrienden, het is alweer aan de late kant. Een beetje te laat. Ik had veel eerder op bed willen leggen. Maar ja, dat ga je wanneer je tijd een beetje zit te verdoen. Wel heb ik de meisjes al uitgelaten, dus we kunnen gelijk doorstomen naar boven. Ik heb de boel al afgesloten, dus dat er gaat. Maar ik zat even nog op mijn mobiel aan het werk. En dan zit je tijd een beetje te verdoen. Wel jammer, maar ja. Het is niet anders. Het is 2:56 op Google Hub. Computer is al uit. Televisie is al uit. Moet enkel de verlichting boven nog via Google aandoen. En dan is het klaar met die banaan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten dat God die houdt over ons allen de wacht. Daarom zeg ik... graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.